Ik denk dat wij wel echt een van de spectaculairdere adoptietelefoontjes hebben gekregen uit de geschiedenis. Ja. Dus op een dag, toen we hadden onze kinderspullen al weggestoken in een kinderkamer en gedacht van ja, we zien wel als het zover is, hè, want het duurde heel erg lang voor we uiteindelijk goed nieuws kregen, komt Maarten de radiostudio binnen net toen mijn radioprogramma begonnen was op M&M. En hij zegt, ja, het is zover. Dus ik heb dan een collega gevraagd van, ja, neem het even over van mij. Dus er zijn dan op de radio allemaal gekke dingen gebeurd, want ineens zat daar iemand anders. Allee, heel gek. En dan vertellen ze van, ja, het is een meisje. Het is een prachtig meisje. En dat was op een donderdag. En dinsdag mochten wij ons kind gaan halen. Onze dochter was al 10 weken. Dan zijn we onder dus bij een pleeggezin. En dan bel je dus aan bij compleet wildvreemde mensen voor het meest intieme moment ooit in je leven. Je gaat gewoon recht naar dat kind. Je barst uiteraard in tranen uit. Je pakt dat kindje over en je zit in een tunnel die je alleen maar rond dat kind draait. En pas na een uur of zo heb je door van, ah ja, wacht, we waren op bezoek bij mensen die we niet kennen. En dan vertrokken na een paar uur. En dan stapt in een auto, je keurig gekuiste auto. En dan valt, ik hoor nog zo dat geluid van dat portier dat dichtvalt. En dan zit achter dat stuur en dan denkt hij van, nu is het echt, echt aan ons. En ik herinner me dat ik na een paar weken thuis kwam en dat Jasmijn op haar speelmat lag in de living en dat ik mij zo over haar boog om haar een kusje te geven en dat hij recht in mijn ogen keek. En dat ik toen voor het eerst, en die begon te lachen en zo voor het eerst iets had van, wauw, die vindt dat echt leuk dat ik ben thuisgekomen, dat ik die... Die heeft echt zoiets van, ah, hier is een verse, ah, tof. Jasmijn is nu 6 en het is natuurlijk heel moeilijk. Ja, ik kan niet in haar hoofd kijken. Het is heel moeilijk in te schatten hoe zij zich voelt bij haar adoptie. Maar voorlopig lijkt het alleszins dat voor haar niet echt een factor is. Dat zij zich heel goed voelt. Hier thuis ook, zo, die is hier echt thuis. En die is bij ons ook echt thuis. Wij zijn echt haar ouders. En er zijn ups en downs geweest, maar het was het allemaal zo hard waard dat ik alleen maar mijn 2 polletjes kan kussen en echt oprecht diep, diep, diep dankbaar kan zijn. Wij zijn heel gelukkige mensen. Echt heel gelukkige mensen. En dat komt voor een heel groot stuk door ons kind.